zijn hier bij het Liesconcours. Is dit de eerste keer dat u hier bent of komt u elke 3 jaar? Bijna elke 3 jaar, ja. Ik heb alleen de eerste gemist met Martijn van der Hoek en Arrigo Paatje helaas. Maar voor de rest heb ik ze bijna allemaal gezien, ja. Ja, om de 3 jaar, ja zeker. Ik denk de 4e keer, ja. Ja. Ik ga elke 3 jaar, vanaf het begin, ja. En wat vindt u zo bijzonder aan het concours? Nou, gewoon het spel van de kandidaten en gewoon om ze te vergelijken met elkaar. Dat is heel spannend. Je maakt het mee vanaf de voorrondes tot en met het eindresultaat. En ja, je krijgt bepaalde voorkeuren. Hoe staat het ervoor? Het gaat hartstikke lekker. Ja, we zijn alweer op de 2e dag bezig. Bijna weer aan het einde van het middenprogramma. Dus nee, het gaat hartstikke leuk. En als ik het mag geloven, dan wordt er ook nog goed gespeeld ook. En wat is jouw rol in dit concours? Ik mag zorgen dat alles gebeurt zoals het in het programma staat. En lukt dat? Volgens mij wel, ja. Nee, zeker. Volgens mij, ja, weet je, het is 90% plan je en 10% is improvisatie. En het improviseren is ook hartstikke leuk. Ik hou enorm van jazz. Wat doet u hier allemaal? Wij ontvangen de gastouders die hier komen en hebben een programmaatje. En nou, als er problemen zijn, dan proberen wij die op te vangen. Uw zoon Christian heeft ook ooit meegedaan met het Liesconcours in 2005. Hoe was dat als moeder? Nou, ik heb hem daar natuurlijk zo goed mogelijk in begeleid. Hè? Dat hij zich op zijn gemak voelde en nou ja, dat hij genoeg te eten kreeg en genoeg kracht aan verzamelen om het te doen. Maar het levert voor de ouder toch ook wel heel veel... Nou, stress is een groot woord, maar je bent zo daarmee bezig dat je ook wel zenuwachtig bent, ja. Ja. Van, zal het goed gaan? Je hebt de stukken heel vaak gehoord. En je weet ook een beetje de zwakke plekken, ook hoe je kind reageert. Dat is de natuur, dat is je kind. En je zit daar dan te spelen en je wil heel graag dat hij het goed doet. En dat doet hij dan ook, maar dat is heel dubbel. Dat is heel dubbel. Onder andere pianostemmen bij het Liesconcours. Maar wat doet hij nog meer? Pianostemmen. En voor piano's zorgen, toch? En voor de piano's zorgen, ja. Wij leveren hier de piano's. Wij onderhouden de piano's. Wij stemmen ze, intoneren, regulatie. Alles wat met piano's en vleugels mogelijk is, dat doen wij. Ik heb begrepen dat er 8 vleugels zijn, dit Liesconcours, waar kandidaten uit kunnen kiezen. Hoe bent u bij die 8 gekomen? Die zijn beschikbaar gesteld door onder andere Yamaha. En ik heb er een paar beschikbaar gesteld. En Steingraber. Hoe vaak moeten de vleugels gestemd worden tijdens het concours? Die worden na ieder concert, hè, na iedere pianist, worden ze weer opnieuw gestemd. Dus daar ben ik gewoon de hele dag mee bezig. En ik stem ze 's morgens, voorafgaande aan het hele gebeuren, stem ik ze allemaal even door. En als ze dan van het podium komen, gaan ze het hok in. En dan ga ik weer aan het stemmen. Dit is de 9e keer dat ik het doe, dus de eerste keer was ik hier nog niet als pianostemmer. En het is nu de 10e versie, dus ik ben voor de 9e keer hier aanwezig. En de 10e keer hoop ik dan ook nog mee te maken en dan vind ik het denk ik wel genoeg. Wat maakt het dit jaar misschien nog anders of leuker dan de vorige 9 edities? Nou, het allernieuwste is natuurlijk het gebouw waar we nu in staan. Ik bedoel, dat geeft weer een heel nieuw elan. Een prachtige zaal waar we in zitten. En we hebben dat ook geprobeerd om als startpunt te nemen voor een heel rampprogramma. Dus we hebben een tentoonstelling daar in de ruimte. Waar 12 authentieke instrumenten staan uit verschillende landen. En daar hebben we workshops. We hebben vanochtend een leuk concert ermee gehad. Waar de instrumenten echt klonken. Dus waar je het verschil kon horen van wat is nou de evolutie van de piano. En we hebben later deze week nog allemaal talkshows met leuke gasten die wat gaan vertellen over wat er die avond gaat gebeuren. Dus allemaal spannende nieuwe dingen die we niet eerder gedaan hebben. The task gets more and more difficult, of course. Pre-selection round has a certain difficulty because you have a lot of candidates. Really, the quantity, yeah. You have to start to choose some elements from it. The more you get towards the final, of course, it's getting more difficult for another reasons because the level is higher and higher and it's getting more and more difficult maybe to choose 9 in this case out of 23.
ik hoorde dat jij blog schrijft over het Liesconcours. Wat doe je precies? Ik ben zelf pianist en muziekjournalist. En ik ben gevraagd om bij het concours aanwezig te zijn en eigenlijk over iedere kandidaat, iedere ronde iets te schrijven over de prestaties. Dat is nogal een verantwoordelijkheid, of niet? Best wel. Gisteravond was 12:15 voordat ik de laptop dicht deed en nog niet alle kandidaten beschreven, maar wel zo uitgebreid mogelijk geprobeerd weer te geven wat er is gebeurd gisteren. Ik ben geen liefdespecialist zelf, dus vragen over tempo, verhoudingen en zo. Ja, verhoudingen wel, maar absolute tempi, daar heb ik niet zoveel verstand van. Ik probeer meer een indruk te krijgen van of het overtuigend is en of de titel van het stuk bijvoorbeeld ook weer wordt gegeven in de performance. En wat maakt het Liszt-concours zo bijzonder om bij te zijn? De veelzijdigheid van één componist. Dat is bijzonder en uiteraard de technische moeilijkheidsgraad. En de organisatie weet er ook echt wel een spektakel van te maken. Als je kijkt wat ze dit jaar weer hebben gedaan om uit te pakken met 8 verschillende vleugels, multimedia, mooie nieuwe zaal natuurlijk, afwisselende kandidaten zijn 15 nationaliteiten. Nou, dat is een hele mooie prestatie voor het concours. Het maakt het leuk dat je kan vergelijken, dat je andere invloeden krijgt van muziek. Ik vind het spannend altijd. Wat ze brengen. Het is gewoon een mooi concert. Hè? En het is enorm leuk om te zien hoe het er bij zo'n concours aan toe gaat. Al die jonge mensen, die internationaliteit ook ervan. Het is iets wat ook in de muziekwereld zijn eigen charme heeft. Nee? Ja, als je een muziekliefhebber bent, ja. Alles, de hele entourage, de mensen die je dus elke 3 jaar weer tegenkomt. De pianisten, de kennis die je daaraan overhoudt. Ja, muziek gewoon. Je probeert ook te voorspellen wat de uitslag zal zijn. En je bent blij als je het eens bent met de jury. This is the moment. The first moment. When you, competitors, were sweating behind the grand, I was crying. You're all contestants. You're all my knights of the blacks and whites. Here are the results in alphabetic order. Mariam Bachashvili. When they announced my name, I was like, oh my God, it's such a great happiness, you know? And I was very, very grateful for jury and for public that they supported me. And yes, I'm just very happy. Sergei Balyavsky. I mean, if I even did not pass, I was always very happy. But of course, I'm now twice happy. Yuri Favorin. Well, I was a bit nervous, of course, as everybody, I think. But yes, I like the result. Saskia Giorgini. Yeah, please don't blame me. You're there. Ik kan wel weten of ik goed gespeeld heb of niet, volgens mij, maar niet volgens. Zo, ja, de jury. Menji Ham. Heel blij natuurlijk. En ook ergens heel erg vereerd dat ik bij de laatste 9 mag behoren. David Huh. Of course, I was really happy, you know, after the announcement. And luckily, happily, you know, fortunately, I passed. 3 to go. And this is alphabetic order. Please come forward. Peter Klimo. It was a lot of fun to play. The audience was really, it was a really nice, warm audience, and it felt like all the preparation and everything really paid off. It felt good. Ivan Penkov. Of course, if you pass, it's a great joy. It's a fantastic thing, but also means that you go on to the next portion of great stress. Huh? Nicolas Susi. I was really shocked. I was really surprised. I wasn't expecting to advance, but with these things you never know how everybody else played or how the jury was evaluating everybody, so it was a big surprise, but a good one.